Hoe mooi is dit? In deze aflevering lukt het ons om nog meer prachtige hikes te doen op de Loofoten. En beleven we onze meest indrukwekkende nachten tot nu toe. Geniet. Wow, Mark! Wij zijn Mark en Annemiek. En wij reizen inmiddels alweer een maand in onze zelfgebouwde camper door Noorwegen. Zo, een nieuwe dag. Een nieuwe hike. We staan op een klein campertje bij een boerderijtje. Onderaan een berg. Dit is de Rijtenberg. Rijtenhike. En die gaan we nu doen. Het is nog vroeg, 8:30. Maar het weer ziet er in ieder geval top uit tot nu toe. Ja, maar dat is elke keer de vraag. Het weer is de afgelopen dagen wel minder. Dus elk stukje mooie lucht willen we benutten, zeg maar. Ja, het waait alleen een beetje, maar dat is niet zo erg. Nee. De hike is ongeveer 4 kilometer. En die gaat naar een berg die uitkijkt op een strand. Dat is een mooi uitzichtpunt. We lopen hier over een plankenpad. Dus het loopt niet echt soepel. Maar we gaan beginnen met de hike en we gaan zien hoe het is. En of het zicht ook zo mooi blijft als het nu is. Want onze kleren die zijn nog net droog van gisteren, gelukkig. Nou, mijn schoenen niet. Nee, de schoenen die drogen niet. Die kan je ook niet echt voor de kachel zetten. Maar onze kleren die kunnen we mooi uithangen in de douche. Dus die zijn lekker droog. Ja, de schoenen die moeten we maar droog lopen. Dat is even niet anders. Het eerste uitzicht op het strand waarvoor we het allemaal doen vandaag. Het water is zo mooi blauw-groen hier op de Loofoten. Bizar. Wij hebben nog een klein stukje te gaan. Maar het schiet al mooi op. Als het goed is, wordt het uitzicht alleen maar mooier. We zijn er bijna. Het is behoorlijk steil. De laatste paar meters. Je hebt het gehaald! Nee! Jee! De mooie lucht is wel wat weg. De zon is daar nog wel heel vet. Maar wat een uitzicht. Ja, wat een tocht. Best wel pittig op het eind. Maar wat een uitzicht weer hier. Het is toch wel een plaatje hier, hè? Die zee die is zo mooi altijd. Hoe mooi is dit? Lekker broodje. Broodje pindakaas. We zijn inmiddels alweer een uurtje op de top. Dan gaan we nou weer naar beneden. De kuitjes staan aardig op spanning, dus we gaan rustig aan. Maar het was al echt super mooi weer. Echt geluk gehad. De zon kwam de hele tijd mooi door de wolken heen. En het uitzicht was echt top. Nou de weg naar beneden nog. Een uurtje hopelijk. Dan zijn we weer bij de bus. Daar is ons busje. We hebben het gehaald. We zijn weer terug bij het bus. Het is echt een heerlijke hike.
We hebben er wel lang over gedaan. Ongeveer een uur en een kwartier waren we op de top. En we zijn nu al... 4 uurtjes onderweg. We zijn nu al vier uurtjes onderweg. Maar we hebben wel echt onze tijd genomen op de top. Het heerlijke van deze parkeerplaats is dat je voor 10 euro je auto parkeert om deze hike te doen. Maar daarvoor mag je er ook gewoon blijven slapen. En dan ben je natuurlijk altijd weer een van de eerste die weg kan, zoals ons. En we waren ook echt als eerste op de top en daar hadden we ook echt de tijd om even van te genieten in ons eentje. Want het werd toch echt wel druk toen wij weggingen. Even douchen straks en we mogen nog van deze aardige boer onze camper even aan de stroom hangen straks. Want we staan eigenlijk al sinds Faroe stil. Dat is al 5-6 dagen met onze accu's en die zijn nu toch echt op 30% ongeveer. Dus het wordt al tijd om die bij te laden. Want we rijden ook gewoon minimaal hier op de Lofoten. Het is wel heel relaxed dat we eventjes aan de stroom kunnen hangen straks. De volgende dag toeren we langs leuke dorpjes en plekjes in de natuur op het eiland. Aan het eind van de middag vinden we een slaapplekje in de bergen. En worden we verrast met iets waar we heel erg naar uitkeken. Daar links is het ook heel mooi. Zo, we zijn er weer vroeg bij. We hebben vannacht een heerlijke nacht hier gehad naast deze berg. En dat was wel een hele bijzondere avond voor ons, want we hebben gisteren voor het eerst het Noorderlicht gezien. En dat was echt fantastisch. Ongeveer een uurtje lang, rond 5 uur, 's avonds begon het. En een uurtje lang hebben wij supermooi het Noorderlicht kunnen zien. En daarbij waren we ook nog een maand op reis, dus dat was ook wel leuk om erbij te hebben. Ja, dat was een hele bijzondere dag. Vandaag beginnen we weer met een nieuwe hike. We hebben een dagje rust gehad. Onze kuiten hebben een dagje rust gehad. En we staan hier alweer naast de volgende berg die we gaan doen. Dit is de Mannen. En deze is ongeveer 400 meter hoog. Nou, de hike is niet heel ver. Volgens mij 3 kilometer heen en terug. En we staan hier heerlijk geparkeerd langs het strand. En vanaf hier volgen we eerst het asfaltweggetje omhoog. En zullen we de berg beklimmen. We willen ook echt gebruik maken van het licht dat er is op een dag hier op de Lofoten. Om 3:15 gaat nu de zon al onder. En hij komt pas op om 8:30 ochtends. Dus het licht is beperkt op een dag. En we maken er ook volop gebruik van. We willen nog een aantal hikes doen. En waaronder deze. Dus we gaan beginnen. Thank you.
Laatste stukje naar de top. Is dat een soort logboek of zo? Mensen die hier geweest zijn. Ja. Grappig. We hebben geen pijn bij ons. Nee. Zit er pijn in? Vooral heel veel natte papieren. Zonde. Made it. Het was ongeveer 2 kilometer lopen, een uurtje over gedaan. Niet heel moeilijk, maar het was wel redelijk steil op sommige stukjes. Het weer is, het is droog gelukkig, maar het is niet heel zonnig. Het waait alleen een beetje. Ja, uitzicht is wel heel vet. Ja. Het is alleen niet de hoogste berg hier, er zit nog een berg hiernaast. Die is nog iets hoger, ja, die loopt ook niet door, dus alweer een hele aparte hike die je moet doen. Die steekt echt uit in de zee, zeg maar. Daar zou je 360 graden uitzicht hebben. Maar wij hebben hier ook een heel mooi uitzicht. Beide kanten van dit eiland. Het water is ook weer super mooi blauw-groen. Het was zeker een leuke hike om te doen. Eind van de ochtend zou het gaan regenen. Dus we blijven ook niet heel lang op de top. Eten nog even lekker wat. En even wat warms aan. En dan gaan we weer naar beneden. Hetzelfde pad weer terug. Ja, dat is wel jammer, hè. Een rondje is altijd wel leuker lopen. Maar... meestal in Noorwegen. Ja, het is, toch, pad weer terug. Het is toch vaak een berg op en af hier in Noorwegen. Zo, we zijn weer beneden. We lopen het laatste stukje nog even terug naar de bus. Vonden de hike zelf allebei niet heel erg bijzonder, maar het uitzicht was wel weer echt top. We zijn vandaag een maand onderweg en YouTube is daar een heel groot deel van geweest. En we vinden het heel erg leuk om alles vast te leggen en te delen met jullie. En we zijn heel erg benieuwd wat jullie van onze video's vinden. Dus laat het even weten in de reacties. En vinden jullie onze reis nou leuk om te volgen? Dan helpt het ons echt als je even abonneert op ons kanaal. Zo, komen we weer uit ons huisje na 2 dagen lekker gewerkt te hebben achter de laptop. We zijn weer doorgereden naar het laatste eiland van de Lofoten eigenlijk, Oostvaargøy. En we hebben nog een paar punten die we willen zien. We staan hier nu even bij een kerkje, dat was toevallig op een route. Niet dat we daar ons helemaal verheugd hadden, maar we sliepen vlakbij en het zag er heel mooi uit. Het weer is ook eindelijk weer wat beter. Afgelopen weekend heeft het eigenlijk de hele tijd geregend. Dus het was ook niet zo erg dat we lekker achter de laptop bezig konden. We gaan eens even rondkijken bij dit kerkje. Het is een mooi kerkje aan de kust. En vanaf hier zullen we straks doorrijden naar Henningsveer. Waar we nog een hike willen gaan doen. En waar ook een heel bijzonder uitzichtpunt is. En daar laten we straks meer over zien. We gaan eerst eens even rondkijken hier bij het strand aan de kust. Het is heel vroeg. En het is mooi opgeklaard. Dus alles ziet er prachtig uit.
staan hier bij het voetbalveld van Henningsveer. Dat is een van de meest iconische plekken op de Loofoten als het om sporten gaat. Het voetbalveld ligt echt op een super mooie plek, bijna midden in de zee. Henningsveer is ook een heel mooi plaatsje op het oosteiland van de Loofoten. En je snapt ook wel waarom dit voetbalveld het mooiste voetbalveld is van de Loofoten. Heel bijzonder uitzicht hier. En wij gaan lekker tosties bakken met een uitzicht op het voetbalveld. Klaar om te bakken. Tosties zitten er weer in. We gaan even het dorpje verkennen. En morgen gaan wij een hike doen naar de top van deze berg. Die aan de rand van het dorpje zit. En die ook heel mooi uitkijkt over het dorpje. We hebben wel de keuze om naar de top te gaan, naar de piek. Of een lagere piek waar je ook het dorpje al kan zien. En wat we gaan doen, dat zien we morgen wel even. Hoe ver we komen en hoe mooi weer het is natuurlijk. Maar het is nu echt stralend mooi weer. En als het goed is, morgen ook. We zitten heerlijk op de rotsen bij het stadion. Bij het voetbalveld moet je eigenlijk zeggen. Ik weet niet waarom het een stadion heet, maar het is 2:30 en de zon gaat zo onder. En blijkbaar is dit ook wel een best wel bekende plek. Er zitten best wel mensen om ons heen. Dus wij blijven ook even lekker zitten, de zonsondergang bekijken. Goedenavond. Het is weer zover. Omdat het niet heel mooi is voor ons, omdat we niet een hele mooie voorgrond hebben, gaan we nu deze beelden even maken. Het is echt gruwelijk om te zien. Ik hoop dat het ook zichtbaar is met de camera. Dus geniet. Glad. Het is weer een nieuwe ochtend. Gisteravond weer een fantastische avond gehad met het noorderlicht naast onze slaapplek hier bij Henningsveer. We hadden de bus hier neergezet om de hike te gaan doen naar de top. En het is nu 8:15. Het is licht en het wordt vandaag een hele mooie dag. Zonnig, maximaal 2 graden. En hoogstwaarschijnlijk mooie uitzichten vanaf de berg. Dus we gaan de hike beginnen. We moeten echt eerst voorbij dit massieve stenen veld. Dus even kijken wat de beste route is hier.
eerste 800 meter gehad omhoog. En het gaat redelijk steil omhoog. Het pad is in het begin behoorlijk rotsachtig. Maar nu gaat het wel aardig. Het uitzicht is al wel fantastisch. Het water blijft zo mooi groen hier. Gaat het tot zover? Pittig. Pittig, ja. Het is... Stijl. Het is een stuk omhoog. Wel stijl omhoog. En het is echt klauteren, want het gaat over losse stenen. En rotsen. Er zijn eigenlijk geen vlakke stukken. Van begin tot eind. Dus af en toe even op adem komen, dat is wel lekker. Dus hier ook een ander uitzichtpunt. Uitzichtpunt Henningsver noemen ze dat. Daar zijn we al gepasseerd. Dat is een klein topje dat ook... over het dorpje heen kijkt. En dat is ook naast een bergmeertje dat wij hier vanaf hier ook heel mooi zien. Maar wij gaan dus voor de top iets verder. Misschien gaan we op terugweg nog wel eventjes langs dat uitzichtpunt. Even op adem komen, een slokje water. En dan de laatste 400 meter denk ik. Zoiets. Stijl omhoog. Het eerste een beetje vlakke stukje hier. Het voelt dat lekker. We zijn er bijna. Het is echt zo'n hike waarvan je denkt, van onder naar boven, hoe ben ik hier nou naar boven gegaan? Holy hell. Dit is de andere kant. Ja. Zo, we zijn boven op de bergrug. We staan hier gewoon in de bevroren grond. Behoorlijk ijzig koud hier. Vanaf hier kunnen we ook aan de overkant van de berg kijken, naar de andere kant. En we moeten nog een klein stukje over de bergkam om Henningsver te kunnen zien. Maar wat een klim. Best pittig. Heel pittig. Gaat om 550 meter, stijl omhoog. Wow. Holy. Wij zijn hier op de top en er loopt ook nog een pad naar deze bergtop hier, hier beneden. Die is 50 meter lager en vanaf daar heb je een iets vrijer uitzicht over de zee. Maar wij doen het vanaf hier, want om nog een keer 50 of in ieder geval 100 hoogtemeters te maken, dat hoeft van ons ook weer niet. En we vinden het vanaf hier ook al echt fantastisch. Deze klim was echt wel steil en pittig. Hij gaat echt van de weg tot de top. Alleen maar omhoog. En dat is ongeveer 450 hoogtemeters. We genieten nog even van het uitzicht en we eten even wat. En dan beginnen we met de terugtocht. En die zal waarschijnlijk nog wat langer duren. Want die is vaak minder prettig. We beginnen voorzichtig aan de terugtocht. Het is glad op de top. En koud. Ja, heel koud. Lange weg te gaan.
Je straaljager. Wat de hel? Wat? God! Wat de... Daar moeten we heen. Begin van de brug. Pad naar de top is niet overal even duidelijk. Als je naar de top wil, dan moet je bij deze kruising, deze splitsing die je hier ziet, linksaf waar Annemiek wegkomt. En als je naar het uitzichtpunt wil, op de rechterberg, dan ga je vanaf hier rechtsaf en dan loop je rechts van de rotsblokken. Zo, zijn we terug. We hebben het gehaald. De route was ongeveer 3 kilometer. We hebben er ongeveer 3 uur over gedaan. En het was behoorlijk steil, want van het begin van de weg stijg je ongeveer 450 meter. En één stuk door omhoog, waar eigenlijk geen vlakke stukken zijn. Dus dat was wel behoorlijk pittig. We hadden er echt super mooi weer bij. Ja, en ook al schijnt het zonnetje. Het is wel koud, want het is hier maar 2 graden. En op de top vroor het ook echt wel. Daar was ook alles bevroren. Maar het was het zeker weer waard. Waarschijnlijk was dit wel een van de laatste hikes, of de laatste hike van ons op de Loofoten. Vanaf hier rijden we nog wel een stuk verder over de Loofoten. Maar we denken dat we niet meer echt een grote hike gaan doen. We hebben er al aardig wat in de benen zitten. En we gaan ook weer verder rijden. Eerst even lekker wat eten. Straks even douchen en een slaapplekje zoeken. En hopelijk weer een mooie nacht. Na onze hike in Henningsveer rijden we door en vinden we een prachtige slaapplek aan het einde van de pier. En werden we voor de 3e keer op de Loofoten verrast met het noorderlicht. Vandaag hebben we de Loofoten achter ons gelaten en zijn we doorgereden naar Narvik. De Loofoten was toch echt wel het mooiste gedeelte van onze reis in Noorwegen tot nu toe. En met als hoogtepunt zeker wel het Noorderlicht. We zijn ook erg benieuwd wat jullie nou het mooiste vinden van onze Loofoten video. Laat het vooral even weten in de reacties. En vergeet ook niet te abonneren als je deze video leuk vindt. En dan zien we jullie de volgende keer. Doei doei! Holy shit. Het is helemaal roze. Waar? Daar rechts. Roos? Ja. Oh, wauw, ja. Moet dan stoppen.